and the trees and the moon up above. Everything's gone wrong. So. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers. Wat krijgen we nou? 25 gulden. 25 gulden? 25 gulden. Wat wil je op je boterham? Zus, waarom weet ik hier niks van? Waarvan? Van het nieuwe meubilair. Oh, is die er al? Zoiets overleg je toch eerst, zus? Ik wou je verrassen. Nou, is je dan aardig gelukt. Plus nou, ik ben de baas. Ja, dat weet ik nou wel. Wat wil je er nou op? Hè? Op je boterham. Oh, doe maar twee met komijnen en eentje met appelstroop. Joe. De baas heeft besloten. Dat zijn mooie spullen hoor. Ja, dat mag ik toch hopen. De bank hier is uit 1953. De watersnood ook. Succes. Goedemiddag. Oh, 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 oh. Goedemiddag. Goedemiddag. Siem? Nee, nee. Louis. Louis? Ja. Louis Smits van Waasbergen. Nelly Kooijman. Aangenaam. U heeft een dubbelganger, weet u dat? Jazeker. Simon Stokvis, daar kom ik voor. Ja, en die is naar zijn werk. Ja, maar dat is toch in de riool, hè? Maar daar kan die overal zitten, dus ik dacht, ik probeer het bij hem thuis. Ja, kopje koffie. Helemaal zwart graag. Goh. Zeg, bent u familie of zo? Oh, nogal, ja. Ik ben zijn broer. Hè? Ja. Zijn tweelingbroer. Nee. Inderdaad, twee druppels water, hoor. Alleen, u klinkt een beetje anders. Ja, dat zal best, ja. Zo, alsjeblieft. Oké. Okay. Ga even zitten. Heel graag. Zo, alsjeblieft. Simon? Nee, zus. Dit is je zwager. Aangenaam. Louis Smits van Waasbergen. Oh, Louis! Kijk nou wat je doet. Neemt u me niet kwalijk. Doe maar uit. Ik heb hier toevallig nog een overhemd van Simon liggen. Nou, komt u maar even met mij mee, hoor. Ja. Dan gooien we dat overhemd in de was. En is het vanmiddag weer klaar. Nou, heel graag, want ik moet straks nog terug naar Alkmaar. Hè? Helemaal naar Alkmaar? Woont u daar? Ja, en daar heb ik mijn praktijk. Oh, bent u dokter? Nee, advocaat. Oh, Perry Mason. Ja, zoiets, ja. Maar dan in Noord-Holland. Dus u heet geen Stokvis? Nee, nee. Het is een heel verhaal. Maar... het is wel zijn tweelingbroer. Als twee druppels water. Ja, Simon weet van mijn bestaan niet af. En ik weet eigenlijk al heel lang wel van het zijne. Oh, dus dan heet ik voortaan ook Smits van Waasbergen. Wat jij wil. Het zal om Tjerre trots op me zijn. Ja, dames, het is een heel verhaal. Ja, onze moeder, die van Simon en mij dus... die beviel van ons in 1921, om precies te zijn, op 15 januari. Oh, dat is de verjaardag van Sim. Ja, hè. Ze beviel dus van een tweeling en hoewel ze van adel was, bezat ze geen rode cent. Eén kind was eigenlijk al te veel, laat staan twee. Mm. En de vader? De vader was een Duits officier die tijdens de Eerste Wereldoorlog geïnterneerd was. Hij was neergestort met zijn Fokker. Nee. Ja, de man had alles gebroken. Maar moeder verzorgde hem als vrijwilligster. Hij heeft het nog 2 jaar volgehouden. En net voor hij zijn laatste adem uitblies, heeft ze hem nog 1 keer gelukkig kunnen maken. Ah. Ja. Maar ja, toen zat ze. Hè? Dus dat ene kind, Simon in dit geval, heeft ze te vondeling gelegd. En mij heeft ze gehouden. Oh. En dit verhaal kwam mij pas ter oren op moeders sterfbed in 1933. En zij gaf mij toen dit medaillon. Oh, een tweeling. Ja, dat zegt hij de hele tijd. Ja, dat weet ik ook wel. En wie is nou Simon? Links, dat ben ik. Ach, met haar. Ja, dat heeft niet erg lang stand gehouden. Ach, maar met zo'n mooie ronde schedel is dat toch helemaal geen punt? Heerlijk. Fijn. Ja, goed. Ik ben toen heel liefdevol opgenomen in het huis van tante Hortense. Een verre nicht van moeder. Van de rijke tak die zelf geen kinderen kon krijgen. Ah.
Helaas is tante Hortense vorige week komen te overlijden. Nee! Oh, 86 hoor, niet in de luier gesmoord. Oh. Zij was als een moeder voor mij geweest en bij testament vermaakte ze de vermogen aan het leger des heils. Ja, maar ook Simon en ik werden bedacht met een aanzienlijke som geld. Joepie! Ja. Ja, en die zou ik hem nu graag ter hand willen stellen, ware het niet dat hij er dus niet is. Nee, maar hij eet altijd tussen de middag bij mijn man op de RET. De RET, was dat niet het gemeentelijk vervoerbedrijf? Inderdaad, garage Sluisjesdijk. Sluisjesdijk. Ja, bij de Waalhaven. Daar kom ik wel uit hoor, ik heb de kaart. U neemt gewoon lijn 2 nou. En dan is het helemaal... Dames, u bent met de wagen. Ach, natuurlijk. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ik zal uw hemd heel netjes strijken hoor. Oh, een Mercedes! Echt waar? Nou, nou heeft hij mijn bank helemaal niet geprobeerd. Je bank niet geprobeerd? Nee, nou, je kan er van alles op doen. Oh, op die manier. Ja, ik wist dat hij prachtig zou staan. Oh, heerlijk! En dan Louis, bovenop me. Boterhammetje? Als je mijn kruid maar wil scheren. Let maar op, we krijgen nu een herstel waarbij de Dow Jones Index opveert van 840 naar bijna 900 punten. Zegt de Amerikaanse beursdeskundige Serge Koppok. Serge Koppok? Serge Koppok. Nooit van gehoord. Meen je dat dan? Dat is mij volslagen onbekend. Nou, Hendrik, dat is een gat in je opvoeding, want Serge Koppok is een wereldberoemde financiële genie, hoor. Ja, heb de dollar uitgevonden. Joh. Koppok, 59, heeft in Texas een economisch researchbureau dat rapporten met voorspellingen over de toekomstige koersontwikkeling verkoopt aan beursfirma's. Ja, en Texas is de bestlopende provincie van Amerika. Koppok, dubbele punt. Bovendien beschik ik over een computer die me in een paar minuten kan vertellen waar een mens een jaar over zit te puzzelen. Een computer. Computer? Een computer, ja, is nieuws van nieuws. Dat is een denkende machine. Denkende machine? Ja, dat is kunstmatige intelligentie. Hij wil. Ja, persoonlijk heb ik dat natuurlijk niet nodig. Want ik trek bijvoorbeeld zo de wortel uit 535.804. Doet dat dan eens? Ik zit nou even te eten, Hendrik. Natuurlijk, Simon. Het is heel verstandig, financiële pagina. Elsevier kent de deur uit. Ja, de Elsevier. Wij beleggen toch, mijn hospita en ik? Ja, joh. Ja, krijg je veel hoger rendement. Niet de spaarbank dan? Spaarbank, schei eens uit. Dan krijg je hooguit een armzalige 3% misschien. En jij? 8. Weet jij dat dan niet? Nee. En je schrijft een financiële pagina? Ja, nee, die schrijf ik over uit de Elsevier. Oh, zo. Ja, ja, natuurlijk. Ik heb wat anders op mijn kop. Dan? De beste vriend van de waterweg. Hé? Een vergelijkend waaronderzoek. Oze Sortiment Consumentenbond. Ja, enkel. Dan gaat de Bruin in Rotterdam natuurlijk veel dieper, hè? Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld Johans Cafetaria op de Bijenlandse Laan. Nou, de zakmaat, die is uitstekend. De kleur, die ga. Maar de beet... Ja. Flap. Hij gebruikt waarschijnlijk een overjarige eigenheimer. Dus Johan krijgt van mij een 5,5. Joh. Ja, ja, ik ben keihard, maar dat moet ook, Hendrik. Het is belangrijk dat de mensen waar voor de geld krijgen. Ik bedoel, die patatzaken die reizen als pannenstoelen uit de grond. Ja. En doet je dan enkel zuid? Nee, de hele waterweg. Tot de hoek van Holland, dat doe. Sef. Ja. Een hele klus. Daarom ben ik nou ook weg. Ik ga het Schiedam doen. Denken jij je lijn? Alles voor de Bruine. Goedemiddag. Hoi Jaap. De Bruine op beursplein 5. Financiële pagina. Jonge, 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 jonge. Dat is belangrijk. Voor jou zeker. Ja. Hier zo. Koninklijke olie. Weer een punt gestegen. Nou en? Nou, hebben wij er 500 van. Die 3 weken in Spanje, die heb ik er alweer uit. Hij wel. Ja. Vol pension. Het gaat weer om de poen, jongens. Amerikaanse toestanden, iedereen barst van het geld, maar ze schieten wel de president dood.
Die volg ik even niet. En nou die Martin Luther King weer en die Frank Sinatra. Die leeft toch nog? Ja, maar niet lang meer, want ik jou beroemd. Goedemiddag. Siebold. Jij was toch frietkeuren? Mijn naam is Louis. Hé? Louis Smits van Waasbeek. Als je mijn belazert. Jij hebt een dubbelganger, weet je dat? Jazeker, dat is Simon Stokvis. Hij is mijn tweelingbroer. Heb Simon een tweelingbroer? Staat voor u. Hij vertelt mij ook nooit eens wat. Nou, daar is hij niet van op de hoogte, hoor. Hij is net de deur uit. Hè? Moet u hem hebben dan? Nou, ik heb hier een cheque aan toonder voor hem van 8000 gulden. Zo! Ja, zijn deel van de erfenis van tante Hortense. Ken die naar de beurs? Jij met je beurs. Nou, investeren, dat is heel verstandig, hoor. Zou je denken? Ja, vorige week van die 8000 van mij koninklijke olie gekocht. En dat is inmiddels alweer een punt gestegen. Zei ik je? Ja, maar hij komt niet voor achter thuis, hoor. Oei, 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 dan moet ik al lang weer terug in Alkmaar zijn. Hij is frietkeuren langs de waterweg. Ja, hij is helemaal goed bij zijn hoofd. Nou, patat is een hele verstandige investering. Oh, jij, joh? Ja, die patatzaken die schieten als paddenstoelen uit de grond, hè. Dat wel, natuurlijk. Ziet u hem vandaag nog? Ja, zeker. Het is mijn beste vriend. Hij woont bij mij boven. Zou u dan zo vriendelijk zijn om deze cheque te overhandigen? Ik ben de aangewezen man. Ik vertel hem gelijk over de beurs en het beleggen en de patat en zo. Anders doet hij er toch wat domme dingen mee. Ik verga van de honger. Ik zou heel graag een hapje willen eten. Boterhammetje, lekker kop vlees. Doet u geen moeite. Is er hier in de buurt misschien een behoorlijk restaurant? Ja, je hebt hier het Witte Paard op de Groene Zoom. Je gaat naar buiten. Kom ik vooruit. Daar kom ik vooruit. Ik heb de kaart. Dank u wel. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Twee druppels water. 8000 gulden. Ik mocht gaan rijden. Louis is eigenlijk een verbeterde uitgave van Sien. Je hebt hem 5 minuten gezien. De 5 verrukkelijkste minuten van mijn leven. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Oh, en ze zijn een tweeling. Dan hoeven we misschien helemaal niet eens te schijnen. Misschien is die wel getrouwd. Nou, dan gaat hij toch ook schijnen. En je kind dan? Dat blijft bij jou. Hé? Ach, hij is pas 3, hij is me binnen een maand vergeten. Die kans is niet denkbeeldig. Goedemiddag. Goedemiddag. Louis. Kijk eens, hij is zo goed als Neo. Zeg dat, zo mooi is hij nog nooit gestreken. En dat kan ik elke dag voor je doen. Serieus? En ik kan ook heel goed naaien. Echt waar, hè? Ja. En Louis heeft natuurlijk ontzettend druk, hè, Louis? Oh, moet ik niet even helpen dan? Nou, nee, het is toch geen kind meer? Nou, een beetje hulp van een charmant schoonzusje. Ja, maar er staat nog een hele charmante strijk op te wachten. Maar nou heb ik eindelijk een zwager. En een hele leuke ook. En dan gaat hij alweer weg. Dan ga je toch gezellig met me mee? Ja! Nee! Met Mercedes. Met prachtige leren bekleding. Oh! Zus, je blijft hier. Je hebt een kind, een man, je hebt een zaak. Ja, maar Nel, het is sterker dan mezelf. Daar moet je tegen vechten, zus. Daar moet je tegen vechten. Ja, ik vecht. Ik vecht, ik vecht. Hou vol, hou vol, hou vol. Zo. Kijk eens alsjeblieft, broertje. Dank u wel en tot ziens. Oh. Hele goede reis naar Alkmaar. Ah. Zusje. Louis. Zus! Nou, het spijt me! Het spijt me! En ze lust niet eens kaas. Mama! Ja. Vanaf vandaag hebben we definitief het lek boven. Deze jongen hebben reuzenslag geslagen. Blinde vinken. Nou, dat is dan voor het laatst. Want vanaf heden komt er op tafel hier alleen nog maar kogelbiefstuk. Nou, kom eens even lekker zitten. Nou,
Deze jongen heeft een historische slag geslagen. Je bovenbuurvrouw ook. Deze dag zal de geschiedenis ingaan als Kooijmans D-Day. Zuster Van Door. De patatbranche zal na mijn financiële injectie voortaan in één adem worden genoemd met koninklijke olie. Met zwager Louis. Jaap Kooijman, de Rockefeller van de Oranjeboot. Ze zijn samen naar Alkmaar. Hij is fijn. Ik heb een half uur zitten bellen, maar ik ga het nog maar eens proberen. Aan elke jou het schelen. Jij loopt binnenkort in de duurste bontjas aller tijden hier door Zuid te paraderen. Nel! Jongen, 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 jongen. Ik heb weer eens een vrouw. Kom je thuis met het nieuws dat al het andere nieuws overbodig maakt, gaat zij zitten bellen met Alkmaar. Ja, pio. Simon, jij komt als geroepen. Proef dit nou eerst eens even. Ik heb vandaag geld voor je verdiend. Pieter Geus, Harmoniestraat 13, Hoek van Holland. Lekker. Kun je nagaan als die warm is? Heel fijn. Zakmaat, kleur en beet, allemaal een 10. Fantastisch, Simon. Gaat nou eens even zitten. Ja. Biertje erbij? Oké, Simon, natuurlijk. Biertje. Simon, hou je vast. Ik heb namelijk voor jou goed nieuws. En ik heb slecht nieuws. Je vrouw is er vandoor. Dan nou slechte nieuws. Simon, nou ken ik je weer. Simon, heden verscheen voor mij op de RET. Jij was net weg. Louis Smits van Waasbergen. Louis? Smits van Waasbergen, advocaat te Alkmaar. Daar begint de victorie. Nou, dat mag je wel zeggen. Want wat had deze brave borst bij zich voor jou? Een cheque aantoonder van zeggen 8000 gulden. Zo. Ja, ik zeg nog een keer, je bekt niet verder open. Hij zegt nee. 8000 gulden? Ja, wat wil het geval? Simon, jij hebt een erfenis. Want die Smits van Waasbergen, hou je vast, is jouw tweelingbroer. Kom op met die poen. Morgen. Morgen? Hebt die 8000 gulden zich verdubbeld? 16.000 gulden? 50% van de winst voor mij. 12.000 voor mij, 4.000 voor jou. Zoveel? Ja. Wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb jouw 8000 gulden geïnvesteerd. In de patatbranche. Heel verstandig. De patatzaken vliegen als paddenstoelen uit de grond. Vertel mij wat. Simon! Astenblad. Zo. Zet jij het vet even op? Ja, natuurlijk. Simon. Wat heb ik namelijk gedaan? Nou, wij zitten voor 8000 gulden in de kleibinten. Ja. En hoeveel heb je er dan? 100. 100 aandelen? Nee, 100 mut. 100 mut aandelen? Nee. 100 mut kleibinten. Dus jij hebt mijn 8000 gulden, mijn erfenis, uitgegeven aan 100 mut aardappelen? Nee, niet uitgegeven, geïnvesteerd. Maar investeren doe je in aandelen. Ja, en jouw aandeel is straks... Aandelen, aandelen, die koop je aan de beurs. Nee, deze koop ik bij Vogelaar in Barendrecht. Die is toch fout geweest in de oorlog ook? Maar het zijn eerste klas kleibinten, zijn hele schuur tot de nok toe vol, allemaal voor jou. Je kopen, je kopen, je kopen. Wat nou? Lekker frietje dan maar. Nee, hè? Nee, hè. Nee, hè. Dat leven van jou, Simon, het is ongelooflijk. Het lijkt Kruimeltje wel. Ja, maar ik ben ook al lang bezig met een roman over mij, hè? Oh ja? Ja. Ja. Verschijn eerst wekelijks als feuilleton in de Bruine. Oh ja, een soort alleen op de wereld of zo. Ja, maar dan natuurlijk in de riool. Ja. En dan eindig je natuurlijk dat zuster van Door is, dat je acht ruggen kwijt bent. En dan heb je een mooi, triest, ontroerend eind. Nee, die cheque, die ben ik even terugwezen halen. Joh. Ja,
Ik kom bij hem binnen bij die vogelaar. Ik zeg, vogelaar, ik zeg hier met die cheque. Anders gaan wij van de Bruine Rotterdammer even een boekje open doen over het oorlogsverleden van jou. Heb je gelijk weer een vuiltel? Ja, ja. Kruimeltje aan het Oostfront. Ja. Ja, pio. Daar heb je hem. De Nederlandse Sedge Koppok. Ja? Gaat zitten. Ze waren heerlijk. Simon? Het spijt me. Heb ik wat op? Mijn excuses. Heeft hij thuis een kast vol van? We hebben Nel en ik eens even een beetje zitten rekenen en daar is uitgekomen dat als ik jou elke maand een tientje geef, dan zijn wij kiet in juni 2026. Tief. Maar ik zeg tegen Nel, dan ken jij Simon niet. Tuurlijk niet. Simon zal zeggen, Jaap, fijne gozer, laat maar, want zo'n erfenis is het omgevonden geld. Wat zeg je dat gewoon? Simon die zal zeggen, onze vriendschap is veel belangrijker. Nee hoor. Dat is heel romantisch. Een prachtig huis met een open haard. En vioolmuziek op de pick-up en cognac. Maar ja, toen kwam zijn vrouw binnen. Was skiën in Zwitserland. En ze was wat eerder teruggekomen. Heel gedoe. Ja, ik zeg nog, nou, mij maakt het niet uit hoor. Ik vind het ook gezellig met z'n drieën. Maar nee. Nee. Ik moest eruit. Maar ja, het was te laat voor de trein. Dus toen moest ik in de Mercedes slapen. Op het koude leer. En vanochtend heeft zij me naar het station gebracht. En wat denk je? Zegt ze me geen eens gedag. Mama! Ach, Jaapie! Mama is weer thuis hoor, Jaapie. Voor zolang als het duurt.